De Guyana-Suriname Private Sector Business Council heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Het betrof een kennismakingsbezoek op woensdag 16 maart 2022. De Business Council vloeit voort uit een Memorandum of Understanding getekend tussen de Private Sector Commission Guyana en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Deze organisaties worden voorgezeten door respectievelijk Brian Renten en Paul Cheong. The Private Sector Commission of Guyana, but Mr. Brian is the chairman for the Guyana Suriname Business Council for the first 6 months, and then the next 6 months I'll be the chairperson. From day one, I mean, you know, the Guyana Business Council didn't start when we signed the memorandum. I came across here, I think, when Vice President Jagdeo was here with that delegation. I met with Mr. Renten. And we discussed setting up the Guyana Suriname Business Council, and those were my exact words. And we all agree, I mean, we need to work together. There are lots of similarities between our two countries and a lot of the same challenges we face. And if we can work together and put our heads and experience and resources together, there are lots that we can achieve jointly. For both our private sector, Guyana and Suriname, and for both our countries. So this is a win-win situation for us. And that's why we formed this Guyana-Suriname Business Council, because we see lots of benefit for us. What we're doing right now is to formulate strategies. Look at areas that we have strength in as countries and see how we can collaborate to extract benefit from those strengths, like for instance in agriculture. We have good arable land, we have lots of fresh water. There's an area that we can work together on. We need to collaborate in terms of research and technology. And both countries don't need to do the same thing, you know, and double spend money. We can, you know, if Guyana is doing something on a particular item, Suriname can focus on another, and then we can share the results of those studies, and so we can both implement them thing. So what we're doing right now is to develop concrete program and strategies that we can take to the government. To our governments, both Suriname and Guyana, and look at ways in which we can move out any obstacles that they are, and to make it a success. We've been in contact with our president all the time. I mean, on a daily basis, almost we communicate. So, and he is aware that we're here. On this trip, and I mean, the other government, the Ministry of Foreign Trade, they are also aware of us signing this memorandum. So they're fully on board. Well, we want to go with concrete strategies and things that the government can implement and we can bear fruit. You know, so to do that, we need to do the groundwork first. Both our countries, we have small population, and you know, we don't have so much skill, people. So training is an important thing. You know, if we want to see agriculture, we need lots more people being trained, you know, to do agriculture in a professional way and the technical, understand the technical parts of it. So training is important. I mean, in Guyana, we have, shortage of people in construction. I think Suriname has the same thing. We need, you know, to probably develop good training, excellent training facilities in one of the two countries, or both, and get people training for the areas in which we got shortage of skills. Tourism. Is something we can collaborate on. That, you know, you need the, you know, hassle-free movement. When somebody comes to Suriname, they don't, you know, necessarily got to go back and check in Guyana. You know, if we can remove, and vice versa, we can move more freely.
you know, it would create the environment for more people wanting to go and come, and that would benefit also the yesterday we came with the ferry. It wasn't functioning properly. It took a long time before it could reach over, you know, probably 3 times the time. So we need to fix those little things, because those things get people frustrated, so that we can tolerate it, but people who got short time come to see a place, they don't want to sit down, you know, too long at the Stelling or, you know, at the airport, or they want to, you know, be moving and seeing places. That's what they're here for. And, you know, they do that, you know, once, you know, more people would come and they'll spread the word. Nou, we hebben kennismakingsbezoek gebracht aan de president. Op 26 januari heeft de Private Sector Commission, dat is de overkoepelende private sectororganisatie van Guyana, en de VSB hebben een MOU getekend voor het instellen van een business council tussen Suriname en Guyana. En de business council is dus nu officieel gestart. Het is een private sector initiatief, maar het vloeit wel voor uit afspraken die de Guyanese president met onze president heeft gemaakt over het betrekken van de private sector bij het gemeenschappelijk ontwikkelen van de beide Guyana's, hè, dus Dutch Guyana en British Guyana, zoals we het willen noemen, Suriname en Guyana, en dat de private sector daarin een leidende rol moet spelen. Dus het is echt iets recent. Dus de gesprekken om te komen tot deze council, die zijn vorig jaar begonnen. Na het bezoek van de president Santokki aan Guyana. We hebben eerst gesproken over hoe zou die council eruit moeten zien. Wie wordt erin vertegenwoordigd. En wat voor onderwerpen gaan we bespreken. Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een MOU. Die is getekend. En vandaag zijn dus onze collega's uit Guyana op bezoek. Ze zijn gisteren aangekomen. Vandaag hebben we onze eerste formele meeting gehad van de council. Tussen dus de business council Suriname-Guyana. En we hebben dan ook vandaag het kennismakingsbezoek met de president en wat ministers. De bedrijven, private sector, als er een opportunity is, zal die opportunity benutten. En daarvoor hebben ze niet altijd de overheid nodig. Het helpt wel als de overheid faciliteert, en dat zie je in de meeste landen dat dat gebeurt. Maar ondernemers die hebben een neus voor opportunities. En zo zijn er een aantal bedrijven al heel vroeg, anderen zijn er al bijna 10 jaar... hebben gekeken naar Guyana en hebben gezegd, weet je, in Suriname zijn er beperkte groeimogelijkheden. In Guyana is er een economie die al jaren stabiel is, met potentie tot groei. En ze hebben zich gevestigd. Maar dit is groter. We hebben nu herkend, beide private sectoren, maar ook de beide overheden, dat als Suriname en Guyana veel meer gaan samenwerken op verschillende gebieden, dat voor beide landen voordeel kan opleveren. Want in wezen zijn we 2 kleine landen, we hebben een bevolking van 600.000, Suriname heeft een bevolking van 750.000. We hebben een heleboel overeenkomsten, we hebben een heleboel dingen die complementair zijn. En wat wij naartoe willen streven om daadwerkelijk inhoud te geven aan de single market and economy, waarbij 2 economieën heel vergaand gaan samenwerken door restricties op zaken doen, zoveel als mogelijk weg te nemen. Op restricties om vervoer van goederen en personen zoveel als mogelijk weg te nemen. Gezamenlijk producten aan te bieden op het gebied van toerisme. Kunnen wij gezamenlijk de Noord-Amerikaanse markt en de Europese markt bedienen, om maar 1 voorbeeld te noemen. Maar natuurlijk ook kijken nu de oil en gas. Als het goed is, Suriname loopt er 5 tot 7 jaar achter. Maar zou ook op een gegeven blik, als alles loopt zoals we hopen dat het verloopt, ook een grote oil en gas producent worden. Nou, op het gebied van energie samenwerken, op het gebied van milieu samenwerken. En dat alles in het voordeel van beide landen, van beide naties. En dat zal de publieke sector, de overheden hebben daar een rol te vervullen, maar de private sector als de engine van growth, die moet daarin ook een rol vervullen.
De regering moet erin, natuurlijk heeft een faciliterende rol. Wat is dus het allerbelangrijkste dus nu dat zo snel mogelijk in orde gemaakt moet worden van de zijde van de regering? Nou, er zijn een paar knelpunten die zogenaamde low-hanging fruit, die moeten aandacht. Ik noem ze zo meteen een paar. Belangrijker is dat we gezamenlijke visie en strategie hebben over hoe moeten we samen groeien en ontwikkelen. En niet kijken tot 2, 3, 4 jaar vooruit, maar 10 en 15 jaar vooruit. Maar low-hanging fruit zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld de overgang bij het veer, dat daar de douaneformaliteiten, administratieve formaliteiten, wat vlotter gaan. Maar dat maakt het oversteken makkelijker. Als je goederen wil overbrengen, vice versa, maakt het wat makkelijker. Er is nu een issue met waarbij agrarische boeren aan de Guyanese zijde beperkt worden in het gebruik van de quarantainerivier. Nou, het is onze rivier, maar op het moment dat ons burenland hinder ondervindt en zij geen gebruik kunnen maken van de rivier, wordt de economische activiteit in Guyana tekort gedaan. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. Hoe ga je daarmee om zonder dat je je soevereiniteit opgeeft? Het voorbeeld van logistiek over zee. En nu komen de schepen uit Trinidad, gaan naar Suriname, soms weer terug naar Trinidad om dan naar Guyana te gaan. We moeten gaan kijken naar mogelijkheden om toch rechtstreeks te varen tussen Suriname en Guyana. Maar daarvoor moet je wel meer gaan handelen tussen elkaar, meer producten van elkaar gaan nemen. Nou, zo is er een lange lijst van low-hanging fruits die wat studie vereisen. Maar die moeten passen in een gezamenlijke strategie. Waar wil Suriname zijn, waar wil Guyana zijn en waar willen we gezamenlijk zijn? Eventueel met medeneming van Barbados en andere Caribische landen. Hoe zullen we ervoor zorgen dat we niet, want Suriname en Guyana zijn ongeveer, ze bieden ongeveer dezelfde producten om niet elkaar te concurreren als het ware? Nou, laten we het zo zeggen. Als we kijken naar agriculture, dan bieden we dezelfde producten. Maar de markt, daar moeten we naar kijken. En door samen te werken door op het gebied van kennis, technologie, keuringen, opleidingen, kunnen we elkaar versterken. En er is genoeg markt. Verpakkingsindustrie. Als we samenwerken, is er genoeg ruimte voor verpakkingsindustrie die zowel de lokale markt als exportmarkt bedient in beide landen. Zullen momenten punten zijn van concurrentie, maar ook in Suriname hebben we concurrentie onderling. En concurrentie zal alleen ertoe leiden dat het product sterker wordt en beter wordt. Wat we moeten voorkomen is dat de landen overheden barrières gaan opwerpen zo om hun eigen markten te beschermen. Want dat is uiteindelijk nadelig voor de consument, voor u en ik. Want dan gaat u meer geld betalen als er barrières worden opgeworpen.